Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij Smaakmakers. Het programma waarin we aan de hand van een bijzonder gerecht een bijzonder persoon leren kennen. Een persoon die op zijn of haar manier smaak geeft aan de stad Breda. En deze week, in de laatste aflevering van het jaar, zijn dat Rombout Kermans en Michiel Stevens. Samen met hun blik ik terug op een jaar vol betrokken ondernemerschap. Ik ga ze ophalen. Heren, welkom. Leuk dat jullie er hier zijn op de valreep van 2015, de tijd hebben gevonden. Misschien goed om even kort voor te stellen. Rombout Kermans, Stichting Betrokken Ondernemers. Wat doen jullie? Wij faciliteren bedrijven in deze mooie stad bij het invullen van een maatschappelijke betrokkenheid. Dat is kort, maar krachtig. Heel goed. En Michiel Stevens van Winters Bouw en Ontwikkeling. 2015 was voor jullie ook een bijzonder jaar. Absoluut. Dit jaar bestonden we 65 jaar onder de naam Winters. Ja, en we hebben dat denken we toch op een unieke manier gevierd. We hebben daarvoor een speciaal project gekozen samen met de Stichting Betrokken Ondernemers bepaald. Dat werd een extreme makeover van de Voedselbank Breda. En dat was eigenlijk een hoogtepunt in het afgelopen jaar. Super. Nou, jullie hebben hard gewerkt dus. Niet alleen dit jaar waarschijnlijk, maar extra hard dit jaar. En dat gaan we hier vandaag tijdens het programma Smaakmakers ook weer doen. Want we steken hier ook de handen uit de mouwen. Maar dan wel in de keuken. Dus ik neem jullie nu mee naar onze chef hier van de Hanos, John Reniers. En we gaan kijken wat hij voor ons in petto heeft. Prima, leuk. Dag John. Hey. Ja, deze kant, hoi. Hoi. Ja, goed. Mag ik je voorstellen aan onze gasten van vandaag? John, Michiel. Hallo. Rombout. John, hallo. John. Wat gaan we maken, John? Ja, het is oudjaar, dus het moet een beetje makkelijk zijn. We moeten niet te lang in de keuken staan. We moeten aparte gerechtjes hebben. Oudjaar, we denken meteen aan oliebollen. We gaan ook iets met een bolletje maken. We gaan een soesje vullen met eendenlevermoes. Aftoppen met chocola en daarin een pipetje met Pedro Jiménez. Dat is een zoete sherry. Het ziet er heel apart en feestelijk uit. En het smaakt ook nog eens excellent. En we gaan iets doen met kruidkoek en gerookte paling. Wauw, ja, dat kan echt. Ik zie de heer al denken van, komt dat ooit goed? Maar dat komt goed. We gaan er een mooie salade van maken. Ook een klein hapje voor bij de tafel als we gezellig aan een borreltje zitten op oudjaar. Dat gaan we doen. Heel goed. Boodschappen doen zou ik zeggen. Ik denk als een speer de winkel in en we gaan boodschappen. Oké, heel goed. Alsjeblieft. Perfect. Ja, John, dan staan we hier op de hele frisse visafdeling van jullie. Dus we maken het kort. Niet te lang. Paling. Paling. Gerookte paling hebben we bij ons gerecht nodig en die hebben we hier. En Ger, de chef van de afdeling, die weet nog wel iets moois te vertellen over deze prachtige filets. Ger. Hallo. Ja, palingfilet is natuurlijk zeer gewild met de feestdagen. En het is natuurlijk ook een heel mooi en exclusief product. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker verkrijgbaar, omdat paling ja toch een zeer moeilijk verkrijgbaar artikel wordt. Mm-hmm. En het is natuurlijk zo dat we alleen maar met paling werken waarvan het beschermd en duurzaam is. Wat natuurlijk in deze tijd heel erg belangrijk is. Duurzaam gevangen. Duurzaam gevangen en goed behandeld. En de handelaren die daarmee werken, die zorgen ook voor het instandhouding van de palingbevolking zeg maar, in Nederland. Nou, ik zou zeggen leg hem in de kar. Charles, bij lekkere hapjes voor oud en nieuw hoort natuurlijk ook een glaasje bubbels. Wat drinken we erbij vandaag? Echte champagne uiteraard, want er zijn veel andere soorten verkrijgbaar. En dan van een hogere kwaliteit. Dat is mooi. Ben jij een beetje fan van champagne? Dit is mijn meest favoriete afdeling van de Hanos. Ja. En de champagne heb ik absoluut hele warme gevoelens bij. Ja. En ik drink het heel graag. Ja. Het is ook eigenlijk altijd wel als er een feestje is. Hè? Dus het is een feestelijke drank. En wat heb je voor ons opengemaakt? Van ons eigen huis. Cartier. Premier cru, dus een hogere kwaliteit. En een eigen blend van Pinot Noir, Pinot Blanc dan. En Chardonnay. Blanc de Blanc wordt ook wel eens gezegd. Mm-hmm. En dan is wat fruitiger, wat ronder. En vindt iedereen best wel te genieten, ja. Ervan. Proeven?
Ja. Niet langer wachten meer. Ik heb hem zojuist opengemaakt. Ik zal hem even aan u voor u inschenken. Het leuke ervan is dat je de glazen half vol moet schenken. En dan even door moet gaan. En dan kun je er aan de rand bij schenken zonder dat het schuimt. Stuur nog een glaasje voor de cameraman, denk ik. Uiteraard een glaasje voor de cameraman. Ik zou het eerst aan de dame moeten overhandigen. Absoluut. Ja, maar eigenlijk ook weer echt aan de gast. Ja. Die wordt zo. Ja, oké. Dankjewel. Alsjeblieft. Op een zeer bijzonder jaar. Op een zeer bijzonder jaar. Hoi John. Hey, we hebben een uitstekende fles champagne kunnen vinden. Ja, dat denk ik wel, maar die laten we nog even staan. Ja, het spijt me wel, maar we dan maar wel in de koelkast, hoop ik. Ja. Eerst aan het werk, denk ik. Eerst aan het werk. Denk het zo. Hier met die fles. Staan jullie thuis ook wel eens in de keuken, heren? Of? Nauwelijks. Nauwelijks. Nee, ik kan mezelf geen keukenprins noemen. Absoluut niet. Zo af en toe wel hoor, jazeker. Prachtig om in de keuken een mooi gerecht te produceren. Nou, daar gaan we dan meteen aan beginnen. We gaan eerst eens even wat spulletjes klein snijden en eens even zien. De appel mag brunoise gesneden worden. Hele brunoise! In kleine blokjes. En datzelfde gaan we doen met de ui. Ik heb hier een plankje, ik heb hier een mes. Ik zal nog een mes pakken. Denk erom, ze zijn scherp. Nou, ik denk dat helemaal lukken. Goed gaat komen. Ik laat jullie lopen. Mannen even en ik kom zo even weer even een kijkje nemen. Prima. Ik denk dat ik deze maar pak. Deze plank even gebruiken, die is voor de vis. Ja, ik kan het misschien even zien. Ja, hiermee maar. Schoonmaken. Ik neem aan dat het schil zal ik het? Nou, ik zou de schil aanlaten, want het is punt 1 allemaal smaak. En het is ook nog een beetje kleur in mijn gerecht. Kijk. En wat ik wel uit wil halen is natuurlijk het klokhuis. En dan wil ik hem zo in reepjes en dan in kleine blokjes gesneden. Kijk. Alsjeblieft. Ik ga het proberen. Dan mag je hierin. Ja. Zo. Dat gaat helemaal goed, hè? Zo, ja. Even met mijn handen bij het mes weg. Moet nog een beetje afgeschild worden. Ja, hier? Ja, nee, kijk. Nog een belletje eraf. Zo wel. Kijk. Zo. Alsjeblieft. Oh, daar zit een plakketje op. Ja. Gaat helemaal goed komen. We hebben hier voldoende appel aan. Dat moet ik bewaren. Halve ui is genoeg. Zo, dat gaat keurig allemaal. Klein mogelijk snijden, klein mogelijk snijden. Denk om je vingers. Perfect. Zal ik die vast wegnemen? Prima. Hopla. Nou, kijk eens hoe perfect dat gaat. Hij gaat veel sneller dan ik. Hij is meters aan het maken hier. We gaan alvast de ui erbij doen. Zo, ik heb voldoende ui zo. Ja? Ja. We gaan er nog wat appel aan toevoegen. Dat gaat prima. Nog een beetje appel. En dan ga ik u alvast aan de paling zetten. Ja. Prachtige mooie filets. Ze glimmen van vettigheid en dat moet ook zijn. Deze paling gaan we in ongeveer zulke stukjes snijden. Ja. Ja? Perfect. Voilà. Intussen tijd gaan we hier verder met het maken van de rest van de dressing. We gebruiken de beste mayonaise die bestaat en daar doen we een paar lepels van in. En we pakken vervolgens de crème fraîche. Klein beetje kruiderij erbij in de vorm van wat currypoeier. En een snufje zout. Nog wat meer paling, John? Ja, het is oudjaar. Ja, we pakken flink uit. Wat kan ons het schelen? Ik heb 3 pakken gehaald uit de winkel. Oh, dus, kijk aan. Ik zie me hier nogal tot... Het moet nieuwjaar staan. Ja, het moet nogal heel lekker zijn, willen we het niet lusten, toch?
Zo, kijk, die hebben we. Nou, die ziet er ook goed uit. Toch? Ja. Volgende stap. De peperkoek. Raar, hè? Maar het komt allemaal goed. Beloof Jelle? Beloof ik. Perfect. Ja? Ja, ik vind het zo voldoende. Okay. Dankjewel. Voorzichtig doorroeren, dat we de paling niet verder stuk maken. Nou. Ik ben benieuwd. Ik ook. Zo, een beetje hapklare brokjes, om het zo maar te zeggen. Proeven mag nog niet zeker. Dat gaan we zo doen. Finishing touch. Mooi. Ziet er goed uit. Ik neem wel eens kruidkoek mee op de fiets, maar het is een veel betere combinatie. Nou, ik zou het proberen, alsjeblieft. Heerlijk. Uitstekend hapje. Smaakt het goed, heren? Nou, heerlijk. Treffelijk. Ja, zelf gemaakt. Ja, maar, borstklopperij. Dat is altijd mooi. We gaan nog een hapje maken, maar ja, dat zeker. Kan jij vast alleen af. Want dan steel ik deze heren mee naar tafel. Misschien dat jullie alvast kunnen gaan. Ja, natuurlijk. En ik zie jullie zo. Dankjewel, John. Graag gedaan. Want ik wilde graag ook even wat beelden laten zien. Want straks aan tafel gaan we het hebben over een heel bijzonder project. Wat Wintersbouw het afgelopen jaar in samenwerking met betrokken ondernemers heeft gedaan. En dat gaat over de extreme makeover van de voedselbank hier in Breda. Dus ik zou zeggen, Winters, move that bus. Aanschouw het zelf. Ik ga die sleutel teruggeven. Dan mag ik hem jou ook even. Of niet dan? Alsjeblieft. En dan verzoek ik jullie allemaal mee af te tellen. Want zoals Michiel zei, we gaan dat doen volgens het principe van het Amerikaanse tv-programma Extreme Home Makeover. Ik tel af van 3 naar 1. 3, 2, 1. Dus en vandaag is, mogen de naam wel een keer noemen, Winters Bouwbedrijf. Die hebben iets aangeboden. Ja, nou iets. Veel aangeboden. Zij, tijdens de Meet the Match bijeenkomst zijn ze in contact gekomen met een bestuurslid van de voedselbank. En zijn samen in gesprek gegaan. En de voedselbank heeft kenbaar gemaakt dat ze ruimtegebrek hadden. Dat ze graag een aantal dingen verplaatst zouden willen hebben. Een wachtruimte voor de deelnemers aan de voedselbank. En dat is zeg maar met de apotheose van vandaag gerealiseerd. Dat heeft natuurlijk een stuk voorbereiding gekost de afgelopen weken. Maar vandaag is het bedrijf gesloten geweest. Hebben ze met 50 mensen hier ter plaatse bij de voedselbank gewerkt. En zie je hier het resultaat. Wat vindt u hiervan? Nou, ik vind het geweldig. Als je dit hebt gezien, zo'n oude keten was, je kunt het niet meer terug. Geweldig wat mensen toch in een korte tijd kunnen presteren. Fantastisch. Michiel, we hebben zojuist de beelden gezien van de Extreme Makeover die jullie met jullie bedrijf hebben uitgevoerd het afgelopen jaar. Waarom was dat en hoe is het zo gekomen? Eerlijkheid gezegd. Gaat daar ontzettend veel tijd aan vooraf. Zo'n dag zelf is natuurlijk fantastisch, is een hoogtepunt, maar meer dan, ik denk een jaar geleden ben ik met Roemboud in gesprek gegaan over deze wens, om een uniek project te vinden waar we die extreme werk over konden maken. En een perfecte gelegenheid was de meet and match, die werd georganiseerd door de Stichting met ondernemers om het bestuur van de voedselbank te ontmoeten. Dus ik heb toen Marion van Hellenberg daar ontmoet. En mijn wens voorgelegd is, nou, we hebben wel een wensenlijstje aan bouwactiviteiten die we graag zouden willen dat je die voor ons uitvoert. Dus toen zijn we bij elkaar op bezoek gegaan, op gesprek gegaan. En ja, met 3 jaar voorbereiding is uiteindelijk dit project werkelijkheid geworden. En hoe heeft betrokken ondernemers hierbij kunnen helpen, Rombouts? Misschien dat jij er wat over kan. Nou, misschien mag ik even iets vertellen over die meet and match ontbijtbijeenkomsten. Dat doen we 2 keer per jaar. Daar brengen we alle bedrijven bij elkaar en het maatschappelijk veld in Breda bij elkaar. En wij inventariseren tevoren welke wensen leven in het maatschappelijk veld. En die wensen brengen wij ter kennisname van de aangesloten partners. Zodat ze zich zeg maar, tevoren kunnen voorbereiden op mogelijk te maken verbindingen, matches zoals wij dat noemen, tijdens die ochtend.
En de match met Wintersbouw en Ontwikkeling en de Voedselbank, die is daar ontstaan. Vervolgens heeft Michiel met zijn 35 bouwpartners een en ander voorbereid. En wij zijn weer, zeg maar, aangehaakt toen het ging over de inventaris. Want de Voedselbank had natuurlijk een wensenlijst ten aanzien van de inventaris voor in die ruimte. En daar hebben wij voor gezorgd. Ja. Dus praktisch uiteindelijk in het eindtraject ook wel echt betrokken. Ja, en een stukje absolute co-productie geweest. Ja. Ja. En even wat breder, vanuit betrokken ondernemers gezien. Is Breda nou echt een betrokken ondernemende stad? Betrokken stad sowieso. Ondernemende stad ook. Maar ja, dat zijn denk ik toch ook twee verschillende zaken. Maar betrokken zeer zeker. We weten elkaar in deze stad allemaal heel goed te vinden. Snel te vinden. Er zijn ook bedrijven die buiten ons om op allerlei manieren hun betrokkenheid tonen. Moeten ze vooral ook blijven doen. Wij zijn een schakel, proberen een schakel te zijn in dat geheel. Vullen die rol in en ik hoop dat we dat goed doen en naar behoren doen. En wij proberen zeg maar voor die bedrijven die niet de weg zelf weten te vinden, proberen wij die in te vullen en te helpen. En proberen we ze tijd uit handen te nemen. Dat is in budgetten, in sponsoring, maar dat is ook in mankracht. Ja, je moet met name denken aan bedrijfsuitjes, bedrijfsvrijwilligers die zich inzetten. Zoals ook bij het geval van de Voedselbank is geweest, waar op de dag zelf zeg maar, dat alles alles bij elkaar kwam. De 50 mensen van Winters echt keihard gewerkt hebben. Maar dat geldt ook voor kennis en kunde van notariskantoren, advocatenkantoren, wat dan ook. Dat geldt ook een stukje middelen, maar dan niet echt in geld, maar meer zeg maar in laptops die een tweede leven krijgen bij een maatschappelijke organisatie of bureaus of kasten of wat dan ook. En we zijn een beetje zo aan het eind van 2015. Dit was een heel mooi groot project waar jullie dus die co-project, een uniek project waar jullie dus die co-productie heel erg in hebben weten te vinden. Staat er in 2016 iets op de planning waarvan jullie denken dat moeten we hier eventjes vertellen? Of? Nou, wij beginnen 14 januari met de nieuwjaarsbijeenkomst voor onze partners. Daar hebben we een hele speciale gast voor weten te strikken. Over hoeveel partners praten we dan ongeveer? 115 aangesloten partners. Maar daarnaast hebben we natuurlijk een heel groot aantal partners in het maatschappelijk veld waarmee we werken. In Breda. Maar 14 januari beginnen we met een nieuwjaarsbijeenkomst met speciale gast, commissaris van de Koning. Dan hebben we ook komend jaar, daar hebben we dit jaar voor het eerst mee gestart, maar komend jaar een directeur en maken vuile handeldag. Die hebben we gepland op de eerste dag van NL Doet. NL Doet is de grootste vrijwilligersactie in Nederland. Uiteraard hebben we weer twee meet- en matchbijeenkomsten, waarvan de eerste 5 april plaatsvindt bij Club Pelikaan. En de tweede, dat zal ergens in oktober plaatsvinden. En ongetwijfeld zullen er heel veel mooie projecten voorbij komen. En groot en klein, want kleine projecten zijn net zo belangrijk en kunnen net zoveel impact hebben als de grote projecten als bij de Voedselbank. Ja, want dat was wel een hele grote het afgelopen jaar. Ja. Dit jaar niet weer zo'n grote, neem ik aan. Nou, ik denk dat het verstandig is dat we dat niet doen, ondanks dat de mensen in de organisatie wel uit hebben gesproken dat ze dit ontzettend leuk vinden en absoluut voor herhaling vatbaar. Ja. En voor jou persoonlijk, 2016? Eigenlijk toch weer volop terug naar waar we misschien ook vroeger zaten. Dat je weer kon spreken over groei, over vooruitgang, over nog weer meer mooie, unieke projecten. Ik ben blij dat we toch een hele andere zware tijd in de bouw achter ons kunnen laten. En dat iedereen meer en meer spreekt over succes en vooruitgang. In 2016, dus laten we daar eigenlijk op toosten. En ik zie de hapjes daar ook al aankomen, dus dan komt het met die slok helemaal goed. Perfect. Zo, ik zal eens even plaatsmaken. Tussentijd dat ik gezellig zat te borrelen, ben ik maar gewoon doorgegaan. Heel goed, jongen. Heel slim. Kijk, alstublieft. En omdat het handhapjes zijn, heb ik natuurlijk het servetje meegebracht voor u, alstublieft. Nou, die kenden we, die hebben we samen gemaakt. De kruidkoek met paling die zo verrassend goed smaakte. Ik hoop dat dat ook goed gaat smaken. Dat is een soesje, gevuld met eendenlevermoes, afgetopt met chocola. En in het pipetje zit Pedro Jiménez. Dat is een zoete sherry, die doen we heel goed bij eendenlevermoes. De bedoeling is dat we het pipetje even leegknijpen in de moes en daarna er heerlijk van gaan genieten. Ik zou zeggen, feest gezellig verder. Ja, dankjewel. Ik wilde toch nog wel even heel erg, voordat we afsluiten, vragen aan jou. In 2016, waar kijk jij naar uit? Nou, geluk en gezondheid voor iedereen en een gestage groei zoals we tot op heden hebben doorgemaakt met de stichting. Ja, dat Breda maar zich weer zeer betrokken mag tonen het komend jaar.
Dat hopen we denk ik allemaal. Ik kan er helemaal bij aansluiten. Ik wil jullie danken dat jullie hier op de Valrap van dit jaar bij mij te gast zijn. En ik wil graag vertellen dat wij over 2 weken weer een smaakmakers op zender hebben. Maar voor nu denk ik dat ik eigenlijk alleen maar kan iedereen een heel gelukkig nieuwjaar kan wensen. En een heel fijn uiteinde. Proost. Proost. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Dan gaan we toch echt beginnen aan de hapjes van zonne. Ja, dit denk ik toch echt gewoon gaan proberen. Hè? Heb je zo naar uitgekeken? Dat pipetje. Zo doen. Ja, nou dit is... Het werkt wel een beetje. Ik ben bang dat er nog een kleine explosie bij hoort. Dit is... Bij mij weet je hem niet hoor. Ja, ik heb hem. Heel goed. Toch iets harder knijpen nog. Oh ja. Hey. Nou, ik durf hem net niet in één keer, maar toch wel bijna in één keer naar binnen te halen. Heel apart. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda.